Het Boijmans heeft een mooie collectie van schilderijen uit de late gotiek en de renaissance, zo uit de 15e en 16e eeuw. Onder meer uit Italië, maar vooral ook uit de zuidelijke Nederlanden. Pieter Aartsen bijvoorbeeld, de Amsterdammer, die praktisch zijn hele leven in Antwerpen schilderde. Vrolijke tafereelen met een religieus verhaal in de achtergrond. Zeker ook een Jan van Eyck. Tijdens zijn leven de toonaangevende schilder van Europa. Denk maar aan het Langgods in de Sint-Baafs in Gent. Ook een Quinten Matsijs, Jan Gossaert, Jan Mostaert. Hiernaast de Duitse grootmeester Stefan Lochner en van Eyck. Van Fra Angelica, een Dominicaans monnik uit Florence, is deze met vrij realistische vormen Maria met het kind. Ook in het Rijksmuseum hangt een vergelijkbare Fra Angelica, maar dan zonder de twee heiligen. Die krijg je hier dus extra. Ik werd ook getroffen door een paar anonieme werken. Kunstenaars waren toen nog vaklieden die in opdracht een bestelling uitvoerden. Onder meer deze balseming. Dat zie je niet veel. De graflegging uiteraard wel, maar hier wordt Christus gebalsemd. Treunis alom, terwijl de balsemaars op de voorgrond hun werk doen. Waarschijnlijk in Brugge gemaakt rond 1415 en pas 600 jaar later, heel onlangs dus, herontdekt en door Boijmans aangekocht. De Norfolk-triptiek is ook een werk van de zogenaamde Vlaamse primitieven. Het was eerder in het bezit van de hertog van Norfolk, vandaar de naam dus. Let op het vele bladgoud. Het was dus een rijke opdrachtgever, maar die staat er niet op. Wel veel heilig op de zijpanelen en op de achterpanelen. In de spiegel kan je dat mooi zien. Op het centrale paneel, ook heel apart, Christus en Maria samen op de troon. En daaronder Christus die weer uit het graf wordt gehaald. Dat goud refereerde ook aan het hogere. Van Eyck brak daarmee. Hij vervangt de goddelijke gouden luchten door het realisme van de natuur met blauwe luchten. Een eeuw later werden er volop portretten gemaakt van koningen, rijke handelaren en geleerden. Hier onder meer Erasmus, door Lucas Cranach. Maar religieuze kunst bleef de boventoon voeren. Een van de grootste natuurlijk hier met het linker en rechterdeel van een triptiek was Jeroen Bosch. Zwaar beschadigd door de tijd, maar de boodschappen, de symboliek, de rituelen, de duivelse gedrochten, allemaal is dit zo typisch voor hun Bosch en hier heel herkenbaar. Door de tand des tijds heen.